Ik had eerder al aangegeven dat we eigenlijk gisteren voor het laatst in Kunsheng waren. En we hebben dus in de middag vandaag een sneltrein genomen naar Don Quan. Nadat we afscheid hebben genomen van de mensen van Foreign Affairs, Buitenlandse Zaken in Kunsheng. Ze hebben heel goed voor ons gezorgd. We kwamen aan in Don Quan. Don Quan is een zeer bruisende, vibrerende, goed georganiseerde stad. Dat is het eerste wat je hier opvalt wanneer je binnenkomt. We hebben om en bij 4,5 uur over de reis gedaan met de sneltrein. En we laten jullie ook nog wat beelden zien, wat indrukken zien van de dingen die ik heb gezien onderweg naar hier. Don Quan. Don staat voor oost en Quan staat voor een grassoort welke hier in de regio heel veel voorkomt. Zo is men dus gekomen aan de naam Don Quan. Wat kan ik je nog meer vertellen over Don Quan? Ze staan bekend op, vanwege hun hele sterke economie. Ze zijn nummer 4 op de lijst qua economische sterkte in China, van sterke economische steden. Ze hebben een inwonersaantal van 10,48 miljoen mensen. Ze staan vooral bekend om hun high-tech bedrijven, vooral jonge high-tech bedrijven die hier eigenlijk allemaal zijn opgericht en worden opgericht. Don Quan staat ook bekend als de nationale basketbalstad van China. Wanneer ik praat over high-tech, dan praat ik over die robots. We hebben allemaal wel eens die filmpjes gezien. Computer, data bedrijven. Dat soort bedrijven heb je allemaal hier. Interessant om ook te weten is dat de average leeftijd van de doorsnee inwoner van Don Quan 35 jaar is. En dat is best jong, vrij jong. Dat is ook de reden waarom veel jonge mensen nu naar Don Quan trekken. Er schijnt hier veel meer potentie voor ze te zijn en het trekt ze aan. Veel meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. En vandaar dat veel jonge mensen zich hier dus komen vestigen. Ook in Don Quan heeft men al een heel programma voor ons uitgezet. We kwamen aan en we zijn ondergebracht in het Kandi International Hotel. Het is een prachtig hotel met een heleboel etages. Ik zit helemaal op de 23e etage. En van daaruit heb ik een prachtig uitzicht over de stad, zeg maar. Morgenochtend hebben we een ontbijt, een officieel ontbijt met de politieke officials van de stad, de vice mayor. Eigenlijk wilde hij vanavond een diner, maar op verzoek van de influencersgroep hebben we gevraagd om dat te verschuiven, omdat de race best lang was en dan zouden we moe zijn en dan heb je niet echt fut om nog te praten.